is niet meer voor de grap nu. Allee! Oké. Het is niet meer voor de grap nu. Met andere woorden, maar wat nu? Een ander stemmetje op hoodie misschien. Ik weet niet wat we doen, maar we doen het niet! Oh! Hoodie, dit is hoodie. Met andere woorden. Met andere woorden. Oké, raadspel. Wat doe ik? Een zelftest. Ja, doe pijn, hè? Zeker als je dat zo te diep steekt. Voilà. Hatelijk. Pieter kan er ook over meepraten. Van hoodie? Mm-hmm. Hey, Pieter, kid. Zit je te diep gegaan met dat stokje? Ik heb dat altijd bij die zelftest. Ik ga altijd te diep. Maar dan ben ik wel zeker van een goed zaaltje, weet je. Dus je hebt geen corona? Ja, je moet altijd 15 minuten wachten, hè. En het zijn nu de laatste minuten, denk ik. Oh nee. Laatste minuten. Ik wist niet dat je daar zo snel aan kon sterven. Nee, gewoon de laatste minuten van het wachten voor het streepje. Ah, oké, foutje. Dus je hebt geen corona? Ja, dat valt te zien, hè. Hopelijk heb ik één streepje. Ja. Dat zijn die twee streepjes, dus quarantaine, vriend. Hoppa. Ik hoop gewoon dat ik geen corona heb. Dan mogen wij misschien net iets minder vaak vastpakken. Nee, laat los. Ja. Dat hij zo zou winnen op tijd. Oké. Nu denken die allemaal dat ik super raar ben. Ja. Kun je even al wat scheetjes laten? Allee, zo spelen voor de volgende scène? Dat gaat alsof scheetjes of echt? Alsof. Oké. Okay. Zullen we misschien? Ja. Zo. Ja. Heel goed. Die gaat de volgende scène echt veel beter maken. Ik denk dat ik weet waarom jij hier zit. Dat zou mij verbazen. Het is echt voor een hele gekke reden. Ja, maar pas op. Allee, ik heb echt wel een gave om zo te weten waarom dat mensen alleen zitten op een bepaalde plek. Dus, allee, ja. Allee, ik ben benieuwd. Doe maar een gokje. Waarom zit ik hier helemaal alleen op die tak? Ik zal zeggen of dat klopt of niet klopt wat je zegt. Oké? Okay? Goed? Jij zit hier om scheetjes te laten. Ja, maar allee, uw zwijgen zegt al genoeg, hè? Maar dat is niet erg. Ik doe dat zelf ook soms hier. Dat is gewoon zalig, gewoon even alle lichaamsgassen laten gaan en alle stinkscheiden laten zonder dat iemand daar ruikt. En ondertussen genieten van je eigen geur. Ja, dat hoort er gewoon bij. Dat is gewoon... Ja, dat is het beste misschien zelfs eraan. Mm-hmm. Ik vind dat echt zalig. Dat is echt het leukste ever. Mm-hmm. Ooit van mijn leven. By far. Kom hier. Er is eigenlijk wel van alles aan de hand, hè, met die moeder van Pieter. Nee, er is van alles aan de voet met de moeder van Pieter in de gips. Hè. En weet je wat moeilijk is daardoor? Nee, zeg eens. Naar het toilet gaan. Maar weet je wie dat daarbij kan helpen? Pieter! Voilà. Je maman, pak je zo'n nootje, kit? Oh, ja, oké, is goed. Hè. Nam, nam, nam. Moet je naar het wc? Nou, straks misschien, denk ik. Ja. Ga jij een keer kijken? Ja, oké dan. Hey Flo. Ja, Flo. Hey. Zeg, moet jij nu naar het toilet of zo? Ah, ja,
Nee, straks misschien, hè. Denk wel... En gaat dat lukken, ja, de eigenlijk? Pieter die gaat mij moeten helpen, hè, met dat been in het gips. Dus iemand gaat met mij mee naar het toilet moeten gaan. De Pieter dan zo meteen. Nu eigenlijk. Maar mama, moet Floy daar niet bij helpen? Allee. Maar is dat niet waar? Alleen, jij zet mijn zoon. Als ik met iemand naar het toilet moet gaan, dan vraag je dat toch gewoon aan u om mij te helpen, zeker? En mij op de bril te zetten en al. Ja. Doet jij dat nu maar gewoon, hè? Hm. Ja, kom. Zeg, hé. Ik weet dat dat raar is om met je mama naar het toilet te gaan, hè. Dat gaat gewoon zo raar zijn. Als ik ze niet op tijd kan helpen, en dan pist hij op mij. Ja, als je nog lang wacht, dan gaat ze sowieso in haar broek pissen, hè. Allee, wat denk je dan? Wie gaat dan moeten opkuisen? Ik? Je bent eigenlijk toch wel een slimmeke, hè. Allee, ga nu maar naar je mama voordat hij naar de broek is, hè. Dan moet jij dat niet opkuisen als je nu gaat naar het toilet om je te helpen. Met de hips is dat moeilijk, hè, voor je mama. Allee, ga nu maar. Oké. Okay. Allee, goed doen, hè. Allee, op. Een berichtje. Het is van je mama. Het is in haar broek, zegt ze. Kom, we zijn hier weg, jong, dat we dat niet moeten opkuisen. Ah, nee. Hier. Met andere woorden, zit er rond nu. En als je denkt van, hé, wat nu? Kijk in de app naar meer en de site. Nee, als je dus nog andere en meerdere afleveringen wilt zien van Met Andere Woorden, moet je gewoon eens even gaan kijken op ketnet.be of in de Ketnet-app. Oeh, ah! Hoedie, zit eens, hoedie.